Hey, ik ben Felicia van Leeuwen. Ik ben 25 jaar, chronisch ziek en biseksueel. Vandaar de naam Chronisch Bi en welkom bij deze nieuwe weekvlog. En deze weekvlog is van 2 weken. Ik leg later in de vlog ook een beetje uit waarom. Maar ik had een ups en ik had downs. Maar ik neem jullie graag mee. Ik weet niet of ik deze leuk vind. Hij is op beeld echt veel oranjer. Hij is heel roze in het echt. Maar dat zie je echt niet op beeld. Het kan ook aan mijn blauwe filter liggen van mijn telefoon trouwens. Maar op zich vind ik hem wel leuk. Maar ik ben bang dat ik hem iets te netjes vind of zo voor mij. De oranje kleur die ik op beeld zie vind ik mooier staan. Hoi, goedemiddag is het nu. Ik sta even buiten te wachten. Er komt zo'n vriendin langs, lunchen. We gaan eerst even naar de supermarkt lopen. En voor de rest heb ik deze week nog niet zoveel gevlogd. Ik moet ook zeggen dat ik begin van de week vrij weinig heb gedaan. Dus dan valt er ook niet veel te vloggen natuurlijk. Ik heb gisteren ooit iets heel leuks gedaan. Een soort bonte avondidee met Prometheus. En daar heb ik... Spontaan. Ik zoek even naar het goede woord. Spontaan. 2 van mijn gedichten die ik heb geschreven ooit voorgedragen. Dat was heel cool om te doen. Andere mensen hadden ook gedichten. Of die maakten muziek. Of die, er waren gewoon van allerlei dingen. En dat was samen met een zustervereniging in Amsterdam en Utrecht, volgens mij. Ja. Oké, ijsblokjes heb ik weer gevuld. Ik heb dus een glas met wat suiker erop. Ijsblokjes erin. Dan heb ik nu wat schijfjes limoen erbij. Aan allebei de kanten zo een beetje. En nog... Die zal ik even netjes maken. Niet dat dat lukt op dit moment. Ik weet natuurlijk. Nou, ga los. Typisch dit. Oké. En dat moet je eigenlijk pas doen als het drankje erin zit, hè? Ja. Oké. Dit is de sparkling water with tequila en lime twist. Ik moet echt even weer kijken waar mijn blikopener dingetje is. Oké. Oeh, het ruikt goed. Oké, here we go. Oh no, er zit een kruimel van iets in. Heb ik weer. Dus er nu uit. Zo, er zit nog een heel klein beetje in. Er zit ook niet zoveel alcohol in hoor, trouwens. 4% of zo. Oké. Citroentje erbij, limoentje erbij. Zo. En dan heb ik hier niet zo'n mooie, maar wel een rietje die erin kan. Dat het goed gaat. Weer op het ras. Tadaa! Dan gaan we nu even proeven. Oh! Oh, dit is best lekker. Oeh, dit is lekker. Jammer dat het normaal zo duur is. Normaal is het 8, 9 euro. En dan moet je dus nog 15 cent per blikje statiegeld betalen. Dat krijg je natuurlijk terug. Maar nu was het 4 euro. Ik dacht, misschien is de datum, maar nee, ze zijn gewoon tot begin 2024 goed. In ieder geval, geslaagd. Zeker met dit warme weer. Deze, hoe kan waar zitten jullie allemaal naar me kijken? Dus dit, je bent ook een foto aan het maken als aanwezig. Hey, we zijn bezig. Ik denk niet dat je me verstaat. Ik ga zo 10 lines hebben aan het einde van de dag.
met de opvoeding, dus mama eet is alvast bezig. Oh, hij neemt nu met de microfoon van mijn oortjes op. Hi. Ja, ik heb oortjes in. Met draadje. Want ik heb dus mijn oortjes in de gracht laten vallen. Althans, mijn oortjes vielen. Er viel één oortje uit. En die rolde, net als ongeveer een half jaar geleden, in Leiden. Zo, plons. Het water in. Ja. Dus ik heb nu oortjes in. Dus ik ben benieuwd hoe dat geluid nu is. Ja. Ik ben heel moe. En ik ga onderweg naar huis. Mijn neus is verbrand. Ik vind het wel bruin. Of is het de gele huid van natuurlijk. Ik heb een ijsje van ijskupje. Dus ook voor het eerst dat ik daar een ijskupje of een ijsje haal. Oh my god, dat is druk. Dat is gewoon echt niet leuk. Ik stond daar. En er waren slankere mensen die dan probeerden, die voor me liepen, waarbij ik een soort van mee was. En ik probeerde er doorheen te komen. En die kwamen gewoon langs mensen en ik, bitch, I ain't gonna fit. En dat probeerde ik duidelijk te maken, maar dat gelukt dus niet. Maar ik heb een ijsje om mezelf te belonen voor de drukte. En met amandelen kersen. Over de ginger moet betalen. Hoi, ik ben thuis. Ik moet mijn make-up eraf halen en al deze glitters en ook glitters die door mijn hier beneden zitten. Ik ben verbrand. Amazing. Volgens mij zie je ook precies de. Je ziet zo. Ik heb wat aan trouwens, maar je ziet echt precies zo de tekening van mijn BH. Dit wordt een vlog van 2 weken, zoals je merkt. Ik merk dat ik weer een beetje begin te lekken in vloggen. Dat ik soms van ja, ik heb geen zin, ik wil wel vloggen, maar ik haat het editen van vlogs. En dat ik gewoon heel veel. Vorige week heb ik heel veel leuke dingen gedaan. Daarna ben ik gewoon echt een flink aantal dagen gewoon van de kaart afgeveegd geweest. Ik had gewoon veel te veel gedaan. Dinsdagavond. Het was gewoon. Ik had vorig weekend dus heel veel leuke dingen gedaan. Daar heb ik eigenlijk niet echt iets van gefilmd. En vervolgens. Maandag uitgerust. Dinsdagavond. Dacht ik. Oh, ik kan wel gewoon naar een cultureel ding toe waarbij ik kan zitten. En toen ik daar aan het zitten was. Ja. Veel voor. Nog niet zo vaak is het gebeurd. Dat maar mijn been uit. Ik reageerde die heel lang niet. En. En nu weer gewoon een show. Ik vind het gewoon heel moeilijk om dat. Daarmee te dealen in het openbaar. Ik kreeg een soort paniekaanval. Mijn been deed daarna heel veel pijn. Naar huis komen was een soort waas. Ik kon daarna ook heel lang niet slapen. En toen ik wakker werd de volgende dag, had ik allemaal belletjes gemist van mijn opa onder andere. En die belde me eigenlijk nooit. En ik belde mijn moeder terug en die vertelde dat mijn opa was gevallen. Hij had zijn heup gescheurd, gebroken. Dus toen ben ik eigenlijk gelijk naar mijn opa toe gegaan. In het ziekenhuis. Die avond nog wel wat leuks gedaan, maar. Ja, toen ben ik gaan slapen. Toen ben ik overal doorheen geslapen. En. Heb ik me verslapen voor de afspraak met mijn begeleider. En daarna dacht ik, oké, ik
ga gewoon even ontbijten. Ik ga even shit doen. Ik zou afspreken met een vriendin, maar dat heb ik afgezegd. Vanwege alle hectiek. En ik dacht, ik ga naar mijn ouders. Ik voelde me niet zo lekker toen ik op de bank ging zitten na mijn ontbijt. Dus dacht, ik ga nog heel even op bed liggen, 5 minuutjes. Toen ben ik in slaap gevallen en heb ik de hele dag geslapen. Ik heb koorts gehad. Ik heb eigenlijk alle dingen die je normaal bij griep ziet. Dus ik denk toch een soort post-externe malaise of zo. Sussie, laat me even praten, meid. dus ik ben gisteren pas naar mijn ouders toe geweest. En gisteren ben ik ook weer heel laat gaan slapen. Omdat ik dingen op mijn spijkerjasje wilde fixen. Ja. Vandaag bij Pride geweest en dat was heel gezellig. Maar ook extreem vermoeiend en overprikkelend. En ik ben gewoon heel moe. En ik ging zeg maar van zo'n enorme up naar zo'n enorme down. En vandaag ben ik echt gewoon fucking overprikkeld. Ja. Ik ga zo, ook al is het al laat, ga ik denk ik, het is volle maan, dus ik wil even mijn kristallen en shit buiten leggen. En misschien wat kaartjes leggen als ik thuis zin in heb. Of in ieder geval even naar de maan kijken en gewoon, hey man, you're fucking beautiful, help. ja, ik heb er al van. Dat wilde ik eigenlijk doen terwijl ik met jullie aan het praten was, maar woeps. En ik ben toen die glitterlucht op afgaat. Ik heb hier gisteren al kort over verteld natuurlijk. Maar nu ik wakker word en zie hoe mijn huis eruit ziet. En ik denk, oh my god, het is zo'n rotzooi. En ik heb niet energie om het op te ruimen. Maar de rotzooi zorgt voor zoveel overload in mijn hoofd. En dat ik dan gewoon besef dat ik dan eigenlijk gewoon moet kiezen tussen een opgeruimd huis en leuke dingen doen. En dat het niet allebei kan. En dat vind ik gewoon zo kut. Lag je nou gewoon weer op mijn bed, Maas? Ik heb echt alles aan gedaan om er niet op mijn bed te laten liggen en vervolgens. Oké, mijn huis laten zien. Kijk, dit is mijn bureau. Dan heb ik hier nog een kast. Waar ook allemaal zooi op ligt. Dit is ja, dit valt mee. Oké, doe je maar eens. Mijn planten moeten ook echt water. Ik ben vergeten nieuw zand voor hun erin te doen.
En dit is de keuken. Ik heb er gewoon last van als mijn huis niet opgeruimd is. En ik merk nu pas hoeveel mijn moeder ook daarin helpt. En ik wou er gewoon van dat ik dit niet zelf kan. En dat is gewoon een combinatie van ADHD en gewoon niet ziek zijn. En gewoon nu opruimen allemaal. Maar ik weet gewoon dat mijn lichaam eigenlijk denkt, vriendin, dat ga jij niet doen. Maar mijn hoofd kan deze chaos in mijn huis niet aan. Ik heb last van mijn allergieën. Ik ben moe. Ik heb dorst. Maar ik heb wel mijn huis opgeruimd. Wauw, wat ben je langzaam vandaag. Het enige waar nog wat op ligt is mijn bed. Maar die maak ik eigenlijk nooit op. Dit moet nog even weg. Maar voor de rest. En de keuken is ook gedaan. Ik heb zelfs gestofzuigd. Tadaa. Nu moet ik ook wel zeggen dat met een Dyson stofzuiger wel echt een stuk fijner is dan met zo'n ouderwetse stofzuiger. Hij is wat zwaar aan mijn arm. Maar het kost me veel minder energie om met een Dyson te stofzuigen dan met een ander soort stofzuiger. Nu moet ik ook zeggen dat als ik ooit nog een huisdier neem. Want ik ben helaas wel mijn allergieën komen van de stofzuiger, maar ook van hun verzorgen. Daarmee kreeg ik gelijk last van mijn ogen. Dus ik moet misschien toch een ander baasje voor deze meisjes gaan zoeken. Maar als ik ooit nog een huisdier neem, zoals een kat. Hey! Hallo! Dan ga ik misschien toch investeren in een robotstofzuiger. Al zou ik dan wel wat minder op de vloer moeten laten slingeren. Voor de rest ben ik vandaag gewoon lekker. Het is warm weer buiten. En dit is alles wat ik aan heb vandaag. Een soort sport-BH dingetje van de Primark. Een korte katoenen legging. Want het is echt te warm om iets anders aan te hebben. Zeker in huis. Zo, dat waren dan de afgelopen 2 weken. Ik ben nu wel weer begonnen met een nieuwe weekvlog. Dus ik hoop dat dat gewoon weer een week wordt. Maar zoals je al eerder vertelde, ik had gewoon veel ups en downs. En het ging gewoon, ik weet niet. Life was throwing me curveballs too. Ik moet gewoon wat rustiger aan gaan doen. Dat heb ik nu gemerkt. Dat vind ik heel jammer. Vooral omdat ik er gewoon van hou om leuke dingen te doen. Met mensen te zijn. Mijn hoofd wil dat allemaal zo graag. En mijn lichaam wil dat niet. En dat is gewoon frustrerend. Door mijn nieuwe medicatie moet ik gewoon opnieuw mijn grenzen heel erg leren kennen. En dat vind ik een frustrerend proces. Ik hoop dat je het alsnog wel leuk vond om daar eens vlog te kijken. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal. Zodat je op de hoogte blijft van wanneer ik weer een video upload. En dan hoop ik jullie gewoon de volgende keer weer te zien.